Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers. En gisteren was het Koningsdag en heb ik eigenlijk geen ene fluit uitgevoerd. Ik heb gewoon echt even een paar dagen niet gevlogd. Te gespannen in mijn hele lichaam. Dus ik had gisteren besloten om naar een massage salon te gaan. Want dat had ik wel even nodig. En het ging even niet meer. Ik moest echt eventjes mezelf terugvinden. Het gaat nu wel beter. Maar ik heb ook wel dat weekendje weg nodig. Even weg van deze sleurhut, weet je wel. Even weg gewoon. Maar ik ga nog niet zeggen waar. Dat komt nog. Maar wat ik nu ga zeggen is eigenlijk dat ik gisteren had gevraagd op TikTok. Ik was live op TikTok. En ja. Ik vroeg aan de mensen, wat vinden jullie leuk om te zien? Of wat ik kan gaan doen en zo. Iemand zei, een tour door Amsterdam doen. Nou ja, tour door Amsterdam. Oké, is goed. Maar ik lees het nu even voor, want ik heb opgelezen. Een kookvlog, kledingvlog, ochtend- of avondroutine, een mukbang, snoep uit andere landen proeven. Dat ga ik sowieso doen. Boodschappenvlog. Ik had iets van, ja, geen idee wat je daar aan hebt, maar oké. A of B-merken kopen en dan geblindeerd proeven wat de A-merk of B-merk is. Een shopvlog. Oké, is goed. Karaoke. Nou ja, Vincent en ik moeten dus karaoke gaan doen. En er zijn er nog veel meer dingen, maar ik ben sommige vergeten op te schrijven. Maar ik wil ook jullie mening weten. Wat jullie leuk vinden om te zien. Vandaag laat ik even mijn andere routine zien. Of routine, weet ik hoe je het uitspreekt. Routine. Ik moest net ook niet zetten toen ik op de wc zat. Ik ben hooguit een half uur wakker. Nou, wat ik nu eerst ga doen is naar de wc toe. Naar de wc ben ik net al geweest. Duh. Ik bedoel, ik ga douchen, want mijn haar is vies, vettig. En dat vind ik niet prettig. Hey, dat rent. Maar ook zei iemand, laat zien wat je aantrekt op deze dag. Nou, laten we daar even mee beginnen. Ik weet dat het mooi weer wordt. Even de lamp aanzetten hier, want het is donker. Zo. En dan ga ik kijken wat ik wil aantrekken. Dat weet ik namelijk nog niet. Ai, ai, ai. En dan gaan we gewoon kijken voor de dag. En dan hebben we een leuke dag vandaag. Nou, ik ben nu bij mijn kledingkast. Dat is nogal logisch, obvious. Maar ik heb altijd een beetje moeite om te kijken wat ik echt aan wil. Maar uiteindelijk heb ik wel iets van, ja, dat wordt hem. En dan trek ik dat aan. Nou, kledingkast, hallo. Ik heb nu nog mijn pyjamaatje aan. Nou ja, het is altijd lastig voor mij kiezen. Ja. Ah ja, weet je, ik trek gewoon deze aan. Hé, jij niet. Zo, deze rode t-shirt. Dat wordt hem. Die ga ik aantrekken vandaag. Dan kan ik ook laten zien hoe en wat. En die is wel leuk. Maatje 48, zoiets. Ik heb hem wel vaker aangetrokken trouwens. Oh, sorry. Deze t-shirt wordt het. Het wordt warm, dus dat kan wel. En dan met een mooie broek aan, weet ik, sokken. Ik heb trouwens ook een vraag en ik hoop dat mensen die weten waar die is, of ik die ooit nog ergens kan vinden. En dat zijn deze onderbroeken. Ik zal hem even goed neerleggen, zodat jullie hem beter kunnen zien. Want ik ben echt benieuwd of ik ze ooit nog kan vinden, want ze zitten heel fijn. Zo. Even goed netjes neerleggen. Nou, oké. Ga goed. Deze is het. Ze heet de Phoenix. Verschillende kleurtjes. Ik heb ze wel een keertje op Marktplaats gezien, maar diegene geven geen antwoord aan me. Dat is wel jammer. Want ze zaten nog mooi in verpakking, zag ik. Het is één maat, maar ik kan ze nergens meer vinden. Helemaal nergens meer. En dat vind ik zo jammer. Want ik kocht ze vaak op de markt. Ja, echt waar, ik kocht ze op de markt. Maar degene die dat verkocht, die zie ik niet meer. Daar zo. En dat is zo teleurstellend. Ik wil ze zo graag. Nou. Dat was mijn momentje. Ja, deze zwarte broek trek ik erbij aan. Trouwens, deze broek. En dan nog leuke sokken. Dus dat is alles wat ik doe. Ja, schoenen open. En sokken bedoel ik. Nou, ik ga even lekker mijn haren wassen. Dan moet ik even mijn handdoek zoeken voor mijn haar. Ik weet niet waar dat is. Zo is het gewoonlijk. Ja, ja.
Ook ga ik wat leuks doen, moestuintjes. Die ga ik vandaag eventjes doen. Iemand mijn handdoek van haar gezien? Oh, ligt hier gewoon. Oké. Nou, dat is mijn routine voor vandaag, voor nu. Ik ga even douchen, mijn haar wassen. En dan zien jullie me zo meteen weer als ik klaar ben met douchen. Want ja, dan ga ik eventjes wat eten. Normaal gesproken doe ik dat niet meteen. Maar ik had nu iets van... Ik ga het even op deze manier doen. Want ja, als ik ga werken, dan ga ik eerst mijn brood maken. Ja, echt waar. Of eerst naar de wc toe. Mijn brood maken daarna. Wel al handig was natuurlijk. Even denken hoor. dat in mijn tas zetten. Loop ik naar de computer toe, ga ik dat even doen. Ondertussen mijn haar kammen. En dan even later heb ik iets van, oké, ik heb genoeg van het nieuws gelezen van de ochtend. Dan ga ik naar de badkamer hier. Tanden schrobben, haren kammen weer. Voor de tweede keer. Mijn gezicht insmeren als ik eraan denk. En dan kijk ik hoe laat het is. En dan trek ik ook mijn sokken nog aan. Nog even bij de computer zitten. Dan kijk ik weer hoe laat het is. Oh ja, en ik eet ook nog wat brood op tussendoor. Ja, voordat... Nee, nou, oké, bedankt Vince. Ik dacht dat je het eruit zou halen. Schijnbaar niet. Ik zie het nu pas. Oh, dit zit vast met plakband. Geloof ik. Ja. Maar waarom zo ver die plakband? Dat snap ik niet. Misschien dat Vince het ook probeerde los te maken. Nou ja zeg. Kan ik daarna ook nog even lekker mijn tanden schrobben. No fluoride is deze tandpasta. Deze open te krijgen, zeg. Vooral met die stomme plakband. Weet je wel, plakband. Zo. Geen fluoride. Dat vind ik een fijner smaak hebben of zo. En dan is het wat zouter. Nou, die hang ik weer terug, denk ik. Of het moet in de was. Geen idee. Vince heeft zijn t-shirt en handdoek opgehangen hier. Geen idee waarom. Ik wil erbij. Maar ik denk dat het in de was moet. Dus dat gooi ik gewoon in de was. Dit van hem. T-shirt zit hier in. Hallo t-shirt. Ja, hallo. Lekker klaar met douchen. Even kijken hoor. Dit bord ga ik pakken. Hoppa. Nog een van de ontbijtborden die ik heb. Zo. En dan ga ik even lekker een broodje eten. Dat is kaas met kalkoenham. En ja, ik doe er wel eens uien bij. Ja, echt waar. Ik doe er uien bij. Dat vind ik gewoon lekker. Oh, blijf. En dit er, kalkoenspekreepjes. Ja, het is een beetje gek, maar hey, ik vind het echt zo lekker zoiets. Zo, oké. Okay. Ik moet kaas kopen. Kaas is bijna op. Ik hou van kaas. Ik wil kaas. Maar dat ga ik dus eten. En dat op brood. Dus dat is niet zo heel interessant om te laten zien, denk ik. Maar ik laat het wel even zien hoe ik het doe. Dus bij deze video. Altijd hoor, zo met uien en die dingen erbij, kalkoenspekreepjes. Maar ja, het was nu toch hier, dus huppa. En ja, ik wil ook wat met moestuintjes doen, maar ik zag ook dat Ko mij een berichtje had gestuurd van wat ik doe vandaag, dus ik denk dat hij wil langskomen, geen idee. Wordt een beetje een andere planning dan, maar hey, maakt niet uit nu. Hij zat het wel ruim van tevoren, want anders zou hij in de middag komen. Nou, ik ga hem dadelijk even beantwoorden. Ja, deze even weggooien. De kaasverpakking en zo. En de dingen weet ik het. Ik weet even de naam niet meer. Maar goed, tot zo!
kijk, ik laat jullie even hier zien wat hier staat. Leg het aardetablet op een schoteltje. Nou ja, dit was geen schoteltje, maar iets anders. Voeg 25 tot 35 milliliter water toe. Vul beide potjes met aarde tot 1 centimeter onder de rand. Zorg dat je wat aarde overhoudt. Leg in beide potjes het zaadmatje op de aarde. Bedek met een dun laagje aarde. Druk het niet aan. Zet de potjes in de houder op een lichte plek, maar niet in de volle zon. Kijk elke dag of de aarde nog vochtig is. Als de potjes lichtbruin kleuren, doe er dan een beetje water bij. Oh, sorry, jullie zagen het niet. Kijk bij de informatie hierboven wanneer je plantje verpot moet worden. Lees op albertheijn.nl, op AH dus, /moestuintjes, hoe je dat voor jouw plantje doet. Zet het plantje op een zonnige plek en geef het regelmatig water. En dan ben ik hier een stukje kwijt van de info, maar... bij de informatie hierboven, wanneer je plantje klaar is. Oké, nou. Oh, het staat er ook bij. Snijbiet ontkiemt binnen 2 weken. Verpot als het plantje 4 centimeter is. Vanaf 10 weken na het zaaien oogsten maar. En bij de kamille ontkiemt binnen 3 weken. Verpot als het plantje 4 centimeter is. Vanaf 13 weken na het zaaien zal het gaan bloeien. Nou weet ik niet of je dat kan eten. Volgens mij wel, dan kan je in eten gooien geloof ik. Een hele kleine, dus niet een al heel extra groot ding. Maar daar kan ik dit wel inzetten. Nou, even kijken. Ja, hier is die. Hij moet niet in de volle zon. Dus ik denk dan dat ik hem hierin doe, in dat ding hier. Kijk, dit ding hier zo. En daar heb ik meerdere zooi in gegooid. Maar ik denk dat hij hier wel wat sneller gaat ontkiemen of zo. Of dat hij meer aarde krijgt. Auw. Kijk, ik heb nog veel meer van vorig jaar of zo. Mijn broer Justin zei dat ik ze niet buiten moest bewaren, want dan zouden ze uitkomen. Nou ja, dus heb ik ze binnen gelegd. Zo. Eigenlijk kan je wel zonder. Dus ik zet jou hier gewoon in. Zo. Dat komt wel goed. En dan kan ik dit nog doen of zo, paprika. Ik heb nog aarde over, dus. Ja, dit is allemaal van dat soort dingen. Dille is dit. Bieslook. En aardbei. Bos aardbei. Nou ja, zoveel heb ik dus. Spinazie. Bosuien. Goudsbloem. Geen idee hoe deze heet. Cosmea. Early summer. Nee, dit zijn allemaal van die matjes. Ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Dus ik denk dat ik het gewoon erin moet laten liggen of zo. Dat kan ik wel op het balkon achter doen. Deze. Dus die laat ik even zo. Nou kijk, peterselie. En nog veel meer van deze dingetjes. En ik vind het gewoon leuk. Ik heb ook ergens tuinkers. Maar ik weet nog niet waar die is. Ja, hier is dus tuinkersen. En die zijn echt heel snel klaar. Dat is echt leuk. Pompoen. En dan nog weer sweet pepper. Nou, deze gaat dicht. Kastje dicht. Zo. Ja. Ik moet even leren om de camera te draaien. Met één hand lukt me dat nog niet. Ik heb wat minder pijn aan mijn handen op het moment. Dat is echt zeldzaam. Ik had gisteren heel veel pijn en... nu niet. Zo. Even kijken, ja. Ja, vandaar. Nou ja, het is een beetje slim bezig geweest, ben ik niet. Maar ik weet niet meer welke het was. Dus, ja. Eigen schuld. Maar hij is nu ook al een paar keer gedraaid, dus ik weet ook echt niet meer welke het was.
Nou, even kijken. Pardon daarvoor alvast. Want ik liet een paar boertjes binnen ons mond, maar... Nou, wat ik ga doen is de balkondeur openzetten van de slaapkamer. Maar dat doe ik nu even lekker zo. Ik heb moeite. Even kijken. Zo. Zo. De slaapkamerdeur is open. En ik ga het hier ook weer gezelliger maken. Daar heb ik heel veel zin in. Kijk. Nou, zo is het een beetje saai geworden nu, na de zomer. En ik moet het opruimen. En dit ga ik weggooien. Ik ben blij dat die spin dood is, want ik ben echt als de dood van spinnen. Er zit daar zo een dode spin ergens. Nou, dit gaat ook er allemaal uit. Dus, ja. En dan heb je hier een roze bloesem. Denk ik, als het bloesem zijn. Lekker. Zo, vandaag. En morgen gaat het weer regenen. Oh, daar ben je ook nooit blij mee hoor. Even kijken of ik nog iets kan vinden om die tuinkersen op te zetten. Ik had watjes, maar ik zit nu aan iets te denken om iets anders te doen. Oh, dat gaat niet goed met die rolgordijn. Zo. Hij ging niet dicht. Hij bleef vastplakken ergens aan. Even kijken hoor. Ik moet even nadenken. Voor zover mij dat lukt. Ja. 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 In gedachten even aan het discussiëren met mezelf. Ik moet wattenschijfjes hebben. Ik weet alleen niet waar ze liggen nu. Dan kan ik die tuinkers ook even doen. Maar hé, dat kan ook. Ja, dit kan ook. Dat wordt leuk. Yay! Toch nog een leuk ideetje bedacht. Als het water is opgedroogd, doe ik altijd een klein beetje water bij. Dat hoort bij tuinkersen. Die laat ik nu even zo zien. Kijk, hier heb ik ze nu opgezet. Het water is heel erg ingetrokken hierin. Nu is er geen water meer nodig. Doe er niet te veel water bij. Gewoon een heel klein dun laagje water. En dan kan ik dat ook in die plantenkast zetten zo meteen. Maar ik zit ook te bedenken hoe ik deze ga doen. Dat ik dat daar zo ga opruimen. Dat is ook wel de bedoeling dat ik dat ga opruimen. Dus ja, ik denk dat ik deze bloemenzaadjes gewoon zo moet laten ofzo. Nog niet eens uitgeprobeerd eigenlijk. Even kijken. Ja, zaadmatjes. Oké, mooi. Leuk. Dat kan ik dus doen. Ik heb even gelezen, dus dat komt goed. Ja, ik heb meerdere, dus dat komt nog goed. Ik ga nog even bedenken van hoe en wat ik ga gebruiken. En dan zien jullie dat straks weer. Dus tot straks. Ik ga ook even naar de winkel. Ik ben weer bezig met tuinieren. Deze heb ik net gekocht bij Albert Heijn. 1 euro per stuk zijn ze. Zijn echt hartstikke leuk, vind ik. En ik dacht, ik ga gewoon verschillende kleurtjes doen. Nou, ja, dit vind ik gewoon leuk. En ik mocht er weer een paar meenemen. Dus we zijn weer lekker bezig. Deze ga ik zo meteen even schoonmaken. Dat wordt dan mijn lunch. Eventjes, want ik heb nog niet de middageten gedaan. Dan wordt deze, teriyaki. Dat smaakt hartstikke lekker, vind ik. Dus we zien wel wat er gaat gebeuren. Nou, ik dacht, ik kan hiervan carbonara maken. Dat kan ook wel. Maar ik wist niet dat er varken in zit. En Vince mag geen varken eten. Dus dat is jammer. Dus we gaan het aan de buurvrouw geven. Want Vince wil niet dat ik dieren op 4 poten eet hier zo. Oké. Maar als hij in zijn eigen huisje zit, dan bepaal ik gewoon lekker wat ik hier eet in mijn huis. Oké, op rund na, want hij wil ook niet dat ik dat even weer zeg geloof. Ja, het is niet mijn geloof, maar ik heb geen zin in ruzie en gedoe. Dus laat ik het maar zo. Nu zullen waarschijnlijk veel mensen denken van, wat, waarom laat je zo beïnvloeden? Nou ja, het is niet echt beïnvloeden, vind ik. Uit respect gewoon, denk ik, dat dit het is. Maar het is wel moeilijk om het niet meer te mogen eten of zo. Rund is gewoon lekker, vind ik. En ik mis het. Ik maak nu eigenlijk dit bakje gewoon om die noedels in te doen.
laten trekken. En dan kun je lekker eten. Dit doe ik niet altijd trouwens. Dit is gewoon echt mijn routine. En ik heb de deur dicht gedaan vanmiddag voordat ik wegging. Dus die gaat nu weer open. Hoppa, deurtje open. En dan moeten jullie wel dicht gaan, jongens. Kom aan. Goed zo. Ja, jij ook beneden, joh. Zit niet eens goed vast eigenlijk, die dingen. Kijk. Het zit echt niet goed. Nou ja. En daarboven heb ik nog een raampje. Die open kan. Maar, ja, die staat altijd open. Maar ik hou niet van muggen. Ik kan daar heel slecht tegen. Nou, Vince heeft hier zo een afspraak gezet. Op dat ding. Op die whiteboard. Maar ik kan zijn handschrift niet lezen. Soms wel, soms niet. Maar het laatste kan ik echt niet lezen. Wat hier staat. Dus het is eigenlijk een beetje vreemd. Ja, ik kan het niet lezen in ieder geval. Niet altijd. Hij heeft moeilijk handschrift. Hij zei de studentenhandschrift. Nou, oké, wat jij wil. Helemaal niks voor mij. Nee, totaal niet. Maar ja, ik ga nog niet de gordijnen open doen hier, want anders wordt het ontiegelijk heet binnen. Het is nu al 21 en de verwarming staat uit. Anders wordt het echt heet. Het is nu 21. Kom maar vijf. Dus ik laat het even zo. Ja. Dus tot zo, mensen. Nou, gordijnen zijn open hier zo, zoals jullie zien. Jee. Maar ik heb nog niet echt opgeruimd. Ik kom maar niet te zetten eigenlijk. Weer gezet gewoon. Maar nu wil ik wel even iets op het balkon doen. En dat is daar een beetje opruimen. Ik was net eventjes een beetje in paniek. Want ik was mijn telefoon kwijt. Ik kon hem niet vinden. Mijn broer gebeld, maar die... Hij heeft wel gebeld naar mijn telefoon, maar die kon hem ook niet echt bereiken, want mijn telefoon stond op trillen. Super handig, maar niet heus. Dus ja, dus heb ik van mijn iPhone gebruikt. Vond ik eerst mijn andere iPhone en daarna die andere weer. Diegene die ik wel nodig heb. Oh, waarmee ik berichten ontvangen, weet ik het allemaal. Dus daar ben ik wel blij om. Even kijken. En pas geleden kwam ik ook ergens achter. Jullie zien dit ding hier zo gewoon. Hartstikke leuk, dit ding hier. Alleen, ik kwam tot de conclusie dat er iets is gebeurd met dat ding. De bodem is weg. Hallo. Hij is niet geschikt om aan het balkon te hangen. Dus ja, dit ga ik er dus afhalen vandaag. En deze ga ik... Oh, wat gebeurt hier? Jij mag daar blijven. En deze ga ik ook weer. Oh. Alles goed met iedereen? Ja, pas wel. Dit gaat er ook even af. Hoppa. Kijk, en dit gaat er allemaal uit. Dat ga ik in een tas gooien of zo, of in een vuilniszak. Een extra vuilniszakkie. Dus dat ga ik wel even doen. Even een vuilniszak pakken. Wow. Ik ben ook wel heel snugger bezig ook. Nou, als dit de laatste is. Ja. Dan neem ik jullie even mee. Yeah! Mijn avontuur. Er staat hier ook nog een andere pot met aarde. En die ga ik samen met Vince wel even doen. Die zit helemaal vol. En dan zou meloen in moeten groeien vorig jaar. Maar ja, hij is een beetje te zwaar voor mij. En trouwens, deze stoel gaat weg. En dan wil ik iets anders weer in de plaats hebben. De reden dat deze weg gaat, ik kan er niet echt op zitten, want hij zit vast. Hij zit echt vast tussen de muur en de reling, dus dat werkt niet. Dus ja, dan hebben we gewoon dikke vette pech. Dat ga ik ook nog even binnenkort doen, maar nu is het echt nog te koud. Het is niet lekker hier, nu. Nee, het is nog te koud gewoon. Ja, ja. Nou, ik heb het tenminste gedaan. Dit hier.
Ik moet ook niet gaan bukken de hele tijd. Ik kan er niet tegen, maar ik kan ook niet op mijn knieën gaan zitten. Dan kom ik niet meer overeind, want ik heb wel eens gehad dat mijn knieschijf de andere kant op ging. En dat is niet echt een pretje. Het is nu 4:15. Oké. Ik heb toch niks te doen. Ik ga eventjes de stickers hier afhalen, als het lukt nog. Deze stickers hiervan. You see, sticker, 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 sticker. Waarom gaat dat zo moeizaam met dit soort dingen? Ze zijn nu nog te koop bij Albert Heijn, maar ik weet niet of ze dan, als deze vlog online komt, weet ik niet of ze er dan nog zijn hoor. Maar het is altijd leuk, zulke dingen. Moestuintje. Het lukt niet zo goed. Nou. Ik krijg alleen dit soort dingen zo eraf. Ja, oké, dit wordt hem niet nu. Einde verhaal. Het is nu te koud. De zon is verdwenen. Het was vanmiddag echt mooi. Het begin van de middag, heel mooi. Nou, eens kijken wat zeggen ze erover. Het is nu 13 graden. Waarom zit de wifi het hier nooit in de keuken? Ik snap dat niet. 15 graden is het nu, maximaal 16. Ja, het gaat regenen morgen en de hele week. Jippie. Nou ja, het is wat. Niet leuk. Ah, ik moet het gelijk maar eens aanzetten van dat ding. Nou, de was is ook gedaan pas geleden gisteravond. Zo. Wie wil er met me skaten? Ik wil niet in mijn eentje. Nou ja. Vince had het idee om buiten te gaan wandelen, maar wat is er veranderd, Vince? Nou, slecht weer. Het weer slaat in ene om. Ik hoop dat die mensen aan de overkant hun was op tijd weghalen. Die hebben geen balkonnetje erboven nog. Nou, dat is wel. Ik heb een paar keer gezien dat die mensen tegenover, toen ging regenen, en hier nog buiten. Ja, dat hebben we wel eens meegemaakt, ja. Dus het leek dat of iemand... Ik moest een vraag afgeleiden, die alles van binnen ging halen. Maar ja. Maar wat ga je nu doen? Deze schoonmaak, want ik zie hier inderdaad de... Viezigheid? Maar wat ga je eten dan? De pittige kippenstukjes. Hebben we ooit van... Fomar. Fomar bezorgd wel, maar deze heb ik gewoon zelf gehaald omdat de tram er langs rijdt. Hallo. Nou, dat gaat Vince dus nu eten. Ik heb geen zin om te eten, want ik heb noedels gegeten. En dan heb ik al gelijk geen trek meer. Ik had de helft al op en ik dacht echt in mezelf zo van, ik zit vol. Ik heb net alleen maar één zouten ovaaltje op en zo. Dus ik weet niet of Vince hierna nog wil eten, avondeten. Geen idee. Maar we hebben pizza. En we hebben hier vis. En ik kan... Als jij het leuk vindt, kan ik nog eentje hiervan halen. Eentje voor jou en eentje voor mij. Nee, twee van die dingen. Nee. Eentje fungi en andere anders, toch? Was het, dacht ik. Ja, dat was met ander vlees dat jij niet mag eten. Vader, ik dacht dat je het open maken. Ik vind het koppig. En een beetje kijken. Een beetje kijken. Hallo, frikandellen. Dat is wel. Wat? Dat vind ik wel iets, of ja? Nee, man. Nee, dat wel iets anders, zie ik. Maar ik weet niet wat het is. Ja. Dit is voor jou.
Ja, kipsaté. Daar hou jij van. Die kunnen we vanavond eten. Moet je alleen in de oven doen, zo te zien. En het doet pijn aan mijn handen. Dat kunnen we even neer. Au. De reden dat ik zeg dat het pijn doet aan mijn handen, dat ding is ijskoud. Kun je even aan de kijkers laten zien, Vince? Wat zeg je? Ik vind het koud. Nou, oké. Okay. Yo, niet doen. Nou, ik wil het terugzetten in de vriezer, ja. Nou, hou eens op. Dit is zalm. Die gaan we ook nog opeten binnenkort. Misschien kan ik morgen een visschoteltje maken of zo. Dit is zalm, ja. Zalmstukjes. Van gourmetten nog wel even. Allemaal gourmetvlees. Dat gaan we koelen. In de vriezer. En dan ga ik dit straks wel eten, dan kun jij dat eten vanavond. Wat is het? Wat ga jij straks eten? Fungi. Fungi. Koud. Ja, ik heb het al koud genoeg hier. Ga even. Vince wil zijn handen in mijn gezicht doen, terwijl het koud is. Nee, ik voel het al. Nee! Kom dan. Hier. Ja. Jee. Hier rug. Oh, nou goed. Dan hier zo. Nee, niet op mijn borst. Wat is er? Vince heeft het volgens mij een beetje koud. Ja, kijk. Kippenvel. Ja, je kan het nog wel zien. Kippenvel. Links kippenvel. Rechts. Chicken skin. Zoals Nick en Simon wel eens zeggen. Of Simon of Nick zegt het. Chicken. Nee, jij gaat dat schoonmaken. Ja, jij gaat het eten, ik niet. Oh. Ik hou niet van pittig. Nou zeg ik, dan maak een samen. Is er curry of ketchup of mayonaise? Kun je dat wel hebben in de podcast? Het is of van jou. Ik had voor mezelf de gewone versie gehad, de milde versie, en voor jou de pittige. Dus alle pittige zijn voor jou. Maar ik heb toch de milde ook gegeten met jou? Wat zegt u? Ik heb de milde toch gegeten met jou? Nee, die heb ik met Esther opgegeten. Ja, ik moest wel zoeken in die winkel naar die dingen. Ik heb ook een beetje mijn routine laten zien voor vandaag, maar na nog het avondeten, en dat heb ik al gevonden voor mij en voor jou. Voor Vince wordt het deze, kipsaté. Maar nu gaat hij eerst een voorafje doen, weet ik veel. Hoe noemen ze dat? Nee, hoofdgerecht heb je, maar wat komt daarvoor ook weer? Voorgerecht, toch? Dit is voor jou het voorgerecht. En dit is het hoofdgerecht. En het nagerecht. Yoghurt met bessen. En dit is voor mij het hoofdgerecht. Yay. Vriezer is er vol. We hebben een koeltas hier ergens. Toch? Ja, en dan gaan we binnenkort eventjes alles erin gooien van de vriezer. En dan kunnen we de vriezer even laten ontdooien. Schoonmaken. Dat ook, maar ook laten ontdooien, maar dan moet het deurtje wel open blijven. Mm-hmm. En dan kan alles er even uitgehaald worden. Moet ook gebeuren. En Vince, als je even opschiet met dat ding, want die oven staat aan. Om dat ding schoon te maken, die wou je schoonmaken eerst. Ja. Laat ik heel aan Vince zelf over en ik krijg last van mijn handen, dus ik leg de camera even weg, jongens en meisjes. Wat doe je? Wat heb je gedaan? Ik weet niet. Nou, wat ga jij eten? Ja. Hou jij hem vast? Ja, nou ja, ik zie wel wie het is. Ik heb een vermoeden. En dit luidt dat het Channel is. Hallo. Oh, het is... Jennifer. Oh. Geen idee wie het is. Even naar Jennifer toe. Iemand is lang niet gesproken heeft dus. Oh. Klopt, we hebben het al heel lang niet gezien, hè. Ga dan kijken toe. Ja, even gesproken. Oké, dan gaan we met eten kijken van Jennifer. Ja. Geweldig. Top.
wel even pakken. Wat liet je vallen? Ja, je weet dat je met links niet zo heel veel kan uitrichten, hè? Laat maar los. Dit probeert Vince dus met de linkerhand. Nou, ik werd gebeld door een oud collega. Waar is die paprika chips? Vince, waar is die? Lolo. Hè? Huh? Nou, hij lag net nog op het fornuis hier zo. Echt, dit ziet er toch ook zo zielig uit? Come on. Ik ben altijd aan het trainen. Nou, niet met eten, dat moet je dan even niet doen. Nee, je kan dan beter gewicht gaan heffen. Dat is oefening voor mijn appels. Kijk, wat Enzo Knol wel eens zegt, hè? Algemeen oefening. Weet je wat Enzo Knol wel eens zegt? Nou, wat zei hij? Elke keer als ik aan het vloggen ben, gaat de telefoon af. Ging mijn telefoon af? Ja. Maar waar is nou in godsnaam die paprika chips? Weet ik niet. Had je het vonden? Zit die hier? Nee, die trucs van Vince ken ik nou wel zo'n beetje. Kijk hoe die lacht. Zit die hierin? Ik zeg. Wie? Zit die net in? Alweer hier. Jemig, Vince, waarom doe je chips hierin? Wauw. Serieus. Hij gaat helemaal stuk erom, joh. Wauw. Oké, okay, waar is mijn eten? Daar. Wat moet er gebeuren? In de oven dadelijk. Wanneer dadelijk? Was je klaar met dit? Nee, je kan het er al in doen, denk ik. Ja. Hij moest voorverwarmen. Waarom gooi je dit op de grond? Nee, laat vallen. Je hebt het laten vallen? Nee. Nou. Gaat het zo. 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 Ja. Jouw eten kan al in de oven hoor. Er moest folie omheen. Het wordt een beetje mistig hier. Kijk uit voor je handen, hè. Dat was een beetje te hard dicht, denk ik. Dat was denk ik een beetje te hard dicht, mensen. Vince, echt, wat heb jij opgeschreven? Ik kan niet eens lezen soms, zo moeilijk is het geschreven. Een half uur. Half uur? Om 9:50 ging. Oh, shoot. Ja. Een half uur moest hij, hè? Vince, ga je de tijd instellen? Echt 25 minuten? Nee. Ja, doe maar een half uur, is ook goed. Deur. Ik snap er helemaal niks van. Nou ja. Is wel goed zo, toch? Ik ga het bijna eten. Hè? Ik ga het bijna eten. Ja, maar als je wilt dat ik ga wachten, moet je het zeggen. Ja. Hallo? Nee, ik ga het wel gaan eten. Ik ga er wat bij doen voor mezelf, dat vind ik lekker. Ik moet toch op. Vince kijkt echt zo van, wat de hel doe jij? Ja, ik vind het lekker, Vince. Ben jij dat steeds koopt? Ik ben straks alleen thuis. Vince wordt rond de 8:30 opgehaald of zo. Maar ik heb ook even een paar uur... Ja. Ik heb ook een paar uur niet gevlogd. We hadden bezoek van Mila. Even lekker gezellig kletsen. Het ging nergens over verder, dus... Hè, Vince? Nou ja, het ging natuurlijk wel ergens over. Ja, maar niet voor camera bedoeld. Niet alles is voor camera bedoeld wat hier gebeurt, ja. Hè? Ja, toch? Dat gesprek was niet echt...
voor de camera bedoeld. Nee. Kijk, ik mag mijn eigen eten niet eens doen van Vince. Gaan we inderdaad iets erin? Sorry? Ga je er iets in? Ik heb er toch al wat in gedaan. Ja, maar het is goed zo. Dankjewel. Hè? Daar zat ik van niet op. Ja, dat kan ook nog andere dagen, Vince. Ik heb nu geen zin om mijn wafel op te vreten. Kan morgen ook. Hè? Nou, dan zetten we het in de koelkast. Die optie is er ook nog, hoor. Zo, in de koelkast. Huppa. Koelkast is een beetje vies. Moeten we een keertje schoonmaken, Vince. Maar wel een keertje bij mooi weer. Nou ja, of bij heel druilerig weer kan het ook. Morgen is het toch druilerig. Je weet, het gaat geen mooi weer komen. Nee, voorlopig niet. Nee, het gaat voorlopig even regenen. Deze weken. Deze 2 weken, ja. Echt vreselijk. Ik hoop dat we met ons dag weekendje weg wel mooi weer hebben, hoor. Dat hoop ik ook, maar ja. Kunnen we lekker struinen overal naartoe en zo. Mm-hmm. Ja, mensen. We gaan er toch gaan, wat de bestemming is. Dat is nog geheim. Maar het gaat wel leuk worden. Yay! Mm-hmm. Zouden we een suite krijgen? Nee, joh, Rentje, dat is weer wat overdreven. Nee? Ik zei, zouden we een suite krijgen? Oh. Nee, dat is overdreven. Wat een ijdele hopen. Of zoiets, ijdele dromen, weet ik veel. Ijdele hoop. Ijdele hoop, ja. Zullen wij hopen of ijdele droom, geloof ik. Droom. I really don't maar know. Ja, zoals je favoriete zanger ook wat zingt. De meeste dromen zijn bedrog. Maar als ik wakker word met jou, dan droom ik nog. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en rekt je uit. Eén keer in de zoveel tijd komen dromen uit. Nou ja, volgens mij heb ik het liedje helemaal niet goed gezongen, want ik weet, heb volgens mij de tekst door elkaar gedaan. Ja, nou, eventjes op zo'n net gezegd. Heel ver. Het liedje. Oh. Ik weet niet wat je bedoelt, maar oké. Okay. Ja, even ver. Ik snap het niet. Je hebt een liedje ver. Kracht. Dat zeg jij. Maar dat. Dat wou jij ook zeggen, maar je durft het niet. Dat wil ik niet zeggen. Wel. Verdraaid. Verdraaid, oh, nou ja, ook goed. Echt de jeugd van tegenwoordig. Jeugd van tegenwoordig, kijk naar jezelf. Ja, ik ben al 36. Ik ben 30. Ja, ja. Maar ja. 20 jaar was. Shit, ik denk dat mijn eten al klaar is. Ik moet nog een kwartier wachten. Oh jee. Ik was gewoon een beetje raadloos. Ik wist vanmiddag niet zo goed wat ik moest zeggen in de camera, maar... Deze camera, Vince. In de vloerkamera. Gaat die goed, Vincey? Ja, ik was gewoon een beetje radeloos en... een beetje down geweest ook, zoals je hebt gemerkt. Wat zeg je? Dus weer maar Sims gaan spelen. Ja. Nee, maar de afgelopen weken ben ik echt heel down geweest. Mm-hmm. En toen kwam je op de gedachte om een weekendje weg te gaan boeken. Ja, ik moest weg. Maar het weekendje komt nog. Ja, ja. Ja. Yay! Toen had je in gedachte om een weekendje weg te boeken. Ja. Dat gewoon er gebeurd is. Ja, 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 ja. Alleen in plaats van bestemming. We zijn nog onbekend voor de kijkers. Ja. Komt nog wel. Ja, nee. Jij weet waar het is, hè, Haalvergaren. Precies, oh, nou, goed zo. Nou, mijn eten is klaar. Yay! Uh-oh, ik ben te laat voor mijn werk. Ik ben vergeten de vlog af te sluiten. En nu moet ik eigenlijk haasten.
mijn wekker niet gezet. Oepsie, vergeten aan te zetten. Dus ik wil je toch nog vragen, ook al heb ik een beetje haast, om op mij te gaan abonneren en een blauw duimpje omhoog te doen, dat vind ik leuk. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog. Dus bij deze weer, rollators! Help!